meneer Jan Willem en Pieter. Als jullie hier staan, zo'n beetje in het midden, genomineerd is aan het midden. Zo, ja, dat valt. Dat is aardig toch, zo'n zaal. Ja, dat zijn heel veel mensen. Leuk. Nou, vind ik het grappig, want ik krijg natuurlijk heel veel van die verslagen, die krijg ik en die ga ik dan lezen. En dan lees ik bij jullie UFO. Ja, en denk je meteen Unidentified Flying Object, dat is het niet. Wat is het bij jullie wel, de UFO? Nou, een UFO, dat klinkt wat buitenaards uiteraard, maar dat is een beveiligingsoplossing. Een UFO, dat staat voor Unit for Observation. Dus dat is een unit. Een eenheid. Nou, een ding. De mensen die misschien voor bij de lawaai, we hebben vandaag dacht van nou, we parkeren hem gewoon voor de deur. Dus mocht de politie hier Smileyland dat niet een goed idee vinden, dan riskeren we de boete. Maar dat is dus een unit voor observation. Een vierkante doos eigenlijk met een camera, heel geavanceerd kamersysteem erop. En dat hebben jullie helemaal ontwikkeld? Ja, dat hebben we helemaal in eigen beheer ontwikkeld. Jullie zijn nog niet zo heel lang bezig, dames en heren, ook eventueel starten van het jaar, dat moet nog komen straks misschien. En wat is dan je businessmodel? Want er zijn zoveel beveiligingsbedrijven, wat is jullie uitgangspunt geweest? Nou, wij zetten ons product zetten wij in als bewaking, tijdelijke bewaking van bouwplaatsen. Bouwplaatsen die voorheen werden beveiligd door traditionele manbewaking. En een hond? Inclusief honden inderdaad. Die zijn eigenlijk moderne honden. Ja, dat zou ik wel door de bocht kunnen noemen, maar door middel van die kamertechniek bewaken we de bouwplaatsen. En klanten van ons die besparen daarmee financieel een groot deel van hun normale uitgavenbudget, zeg maar. Besparen letterlijk, je hoeft minder mensen te hebben, omdat je gewoon materieel hebt staan. Ja, en dit is gewoon een vorm van automatiseren, zeg maar. Heb je dan een hele grote slag geslagen dat mensen zijn gepakt die van plan waren om iets te stelen op een bouwterrein? Ja, we kunnen toch zeggen dat we inderdaad voor minder, onze klanten hebben minder inbraken. En dat is zeker het resultaat wat we behalen. Nou, is voor jullie allemaal eens een filmpje van alle bedrijven. Laten we kijken naar jullie filmpje. Ja.